Ik wacht op een hand. Volgens mij hoort u ons allemaal, toch? Ja, bedankt. Ja, goedemiddag allemaal. We hebben een prachtige aanmeldingsquote van 110 mensen voor dit symposium vanmiddag. En dat is eigenlijk ook niet gek, want degene van u die de opening en de voorbezichtigingen van de LAK-tentoonstelling hebben bijgewoond, weten dat het adembenemend is. En dan wordt dit natuurlijk ook een adembenemend symposium. Ik ben Pieter Heijns Kappers, voorzitter van de KVVAK. Ik zeg dat voor de leden van de SGA die hier vandaag zijn. En naast mij staat de onlangs toegetreden nieuwe voorzitterster, mag ik nog zeggen. Ja, precies. Omstreden natuurlijk. Ja. Larissa, Alwin, precies. Misschien wil je je een beetje voorstellen, want het is nu Grab Your Chances. Dus Grab Your Chances. Ja. Nou, inderdaad, ik ben nu de voorzitter van de Society of Japanese Art, de SGA. En ook hartelijk welkom voor onze eigen leden bij deze, voor het eerst na coronatijden, weer fysieke live bijeenkomst. En, goed in de microfoon. Dus ook heel hartelijk welkom voor de SGA-leden. En heel erg fijn dat wij samen met de KVK hier in het Rijksmuseum dit mooie symposium kunnen organiseren. Ja, wij gaan ook binnenkort met elkaar overleggen om de samenwerking tussen de SGA en de KVVHK weer wat verder aan te trekken. Het heeft ook een lange traditie, maar we hebben natuurlijk een COVID-periode gehad. Het is ook een van de tradities is dat we elkaars leden uitnodigen bij elkaars bijeenkomsten. En dat gaan we weer oppakken. Precies. Dus daar gaan we ook verder wat moois van maken. Wat er nu verder van moois komt, dat gaat Menno Fitsky u vertellen over het symposium. En die gaat u ook de sprekers introduceren. We wensen u een hele mooie middag. We zien elkaar tijdens de pauze en daarna bij de borrel. En dan kunt u ons aanspreken om vragen te stellen. Dank u wel. Menno, veel succes. Dames en heren, welkom ook namens het Rijksmuseum. Ik vind het ontzettend leuk dat u zo in grote getale hier bent gekomen. Dank aan de KVVAK, de SGA, onze partners. We, als een drie-man-vrouwschap organiseren we dit symposium. Dat is een hele mooie samenwerking. Dat doen we ook mede dankzij het Flora Fonds. Ook dank daaraan. Als hele korte inleiding, ik vind het eerst en al ook een hele vruchtbare samenwerking die we vandaag hebben. Niet alleen die verenigingen, maar het is eigenlijk heel specifiek voor Nederland dat dit soort dingen mogelijk zijn. Want we hebben niet alleen die verenigingen, die verzamelaars, liefhebbers, geïnteresseerden verenigen, maar ook verzamelaars die daar toegang toe geven, die lezingen houden, die artikelen schrijven in de tijdschriften van die verenigingen. Handelaren die de verzamelaars begeleiden op hun eerste stappen, die ook een grote rol spelen. En restauratoren, veilinghuizen, al dat soort vormt een conglomeraat van ingrediënten die het maken dat er in Nederland een hele bloeiende cultuur is op het gebied van de Japanse kunst. En uiteindelijk zijn natuurlijk ook de musea die daarvan profiteren, want we hebben natuurlijk een mooie bruikleen dat we in de tentoonstelling. En dat is laten zien. Dus het is echt heel bijzonder dat zoiets bestaat in het buitenland. In andere landen van Europa zijn ze daar heel jaloers op, want dat is echt iets van Nederland. Dus dat moet gevierd worden en dat doen we vandaag met dit symposium. U krijgt twee lezingen voor de pauze. Daarna gaan we een kopje thee drinken. En ik ga gelijk door naar de eerste spreker, want na de pauze komen er nog twee en dan hebben we nog een paneldiscussie. De eerste spreker is Dave van Gompel. Hij zit daar al. Hij heeft kunstgeschiedenis gestudeerd en meubelrestauratie. Hij heeft als meubelrestaurateur ook restaurator ook gewerkt in het Troopmuseum en in het Rijksmuseum. Daarna is hij naar Tokio vertrokken om daar aan de University of Arts een praktische PhD te doen. En heeft daar heel goed leren lakwerk maken en restaureren. En daar gaat hij over vertellen vandaag. Ik ben er erg benieuwd naar. Hij is nog steeds restaurator. Ook een ingrediënt. Hè? We hebben in Nederland een lakrestaurator. Dat is bijzonder. En hij is ook nog promovendus. Dus ik geef hem graag het woord. Dave van Gompel. Dankjewel, Menno. Ik ben goed te horen, neem ik aan. Hè? Ja.
Nou, dankjewel Menno. En fijn dat jullie allemaal gekomen zijn voor een onderwerp als lak. Want lak, laten we eerlijk wezen, het is een lastig onderwerp. Ik ben zelf restaurator. Ik werk dagelijks met het lak, met de materialen. En het komt heel vaak voor dat mensen naar mij toe komen van ja, ik zie dat het mooi is. Ik zie hoe verfijnd het is. Dat zult u allemaal zo ook in de tentoonstelling zien. Maar waar kijk ik nu eigenlijk naar? Wat is dit voor een materiaal? Hoe wordt dit gemaakt? En daar is buiten Japan is daar eigenlijk betrekkelijk weinig informatie over te vinden. En er zijn natuurlijk voor de hand liggende redenen zijn daarvoor. De lakboom, waar de hars uit wordt getapt, waar Japans lakwerk van wordt gemaakt, die groeit alleen in Oost-Azië. Dus de boom, de grondstof, die hebben wij hier in Europa nooit gehad. Met als gevolg dat er eigenlijk dus ook geen ambacht hier bestaat wat direct te vergelijken valt met de Japanse lakkunst. Er is weliswaar Europese lakkunst, maar het ligt in de techniek en materialen ligt dat veel dichter bij olieverfschilderingen. En voor wat betreft die hars, die lakboom, u heeft allemaal een bepaald beeld bij het woord lak in uw hoofd. Vaak dat het transparant is, dat er oplosmiddelen in zitten die vervliegen. Alles wat u daarover denkt te weten mag u voor de Japanse lak loslaten, want het is een volstrekt ander materiaal dan wat wij kennen. Nog een reden dat er hier misschien wat minder, of dat er minder kennis over het maakproces aanwezig is, dat is ook enigszins zo in Japan, want er heerst een hele grote sfeer van mystiek rondom dat ambacht. En in Japan wordt er ook vaak heel mysterieus over gedaan hoe het gemaakt wordt. Het wordt van leerling op meester doorgegeven en mijn leraar heeft af en toe ook tegen mij gezegd van ja, je doet het zo en zo, maar vertel dat niet aan de concurrentie. Hè? Dus dat wordt heel erg, wordt dat nog binnen de groep gehouden. En dat is ook iets, ja, ik vind dat eigenlijk iets moois, vind ik dat, van de Japanse lak. Dus die sfeer van mystiek, daar moet je ook niet te veel aan tornen, volgens mij. Het is natuurlijk een prachtige gedachte dat er een oud mannetje met een paar penselen en een zakje met goudpoeder zich een jaar lang terugtrekt in een kamertje, dat hij er dan uitkomt en dat er dan zo'n prachtige doos ligt. Dat is iets moois en dat moet je ook in stand houden. Maar het vervelende is, door dat gebrek aan kennis zijn er ook een paar fabeltjes rondom die Japanse lak zijn er in de wereld gekomen. En ik denk dat u allemaal weet waar ik het over heb. Het verhaal van de lakwerkers op een bootje op zee, waar natuurlijk helemaal niks waar van is. Ik lak ook hier in Amsterdam zelf. Ik heb bij mij thuis en in de achtertuin een redelijk groot gebrek aan zee. Zou ik wel met een rubberbootje bijvoorbeeld de grachten over kunnen en een toeristische attractie worden. Maar ja, dit zijn dus van die verhalen. Bij een gebrek aan kennis over de maakprocessen krijgen dit soort verhalen een eigen leven. En dit zie ik zelfs terug in officiële publicaties. Laatst nog van het Getty, een verhaal over lak, dat ik dacht van hé, nou, dat is helemaal niet waar. En dat is eigenlijk zonde, want de realiteit van het maakproces is eigenlijk nog veel mooier dan die verhaaltjes. Lakwerk is, voor wat mij betreft, is het een van de toppunten van de menselijke inventiviteit. Want alleen met je handen, je kennis en je ervaring en een paar hele simpele gereedschapjes en materialen uit de natuur kan gewoon iets gemaakt worden dat zo ongelooflijk perfect is als wat u straks boven in de tentoonstelling gaat zien. Dus ik wil vandaag iets gaan vertellen over de technieken die men gebruikt om lakwerk te maken. Mij beseffende dat het heel erg ingewikkeld is allemaal en dat we die mystiek een beetje nog in stand willen houden. En ik dacht, ja, hoe kan ik dat dan op een beeldende manier aan u vertellen, dat het niet een saai verhaal wordt van materiaaltje hier, materiaaltje daar. En ik dacht, je moet gewoon beginnen met een vrij stevige, provocerende stelling. Die prachtige lakdoos hier links van Schuetze. Ik zou de stelling vandaag durven aangaan dat die moeilijker is om te maken dan wat u hiernaast ziet. Ik heb het niet over beter, ik heb het niet over mooier, maar technisch gezien
moeilijker om te maken. En ik vraag me af hoe lang ik dit volhou voordat een van de conservatoren straks binnenstormt om mij hier te cancelen. Want het is wel een beetje vloeken in de kerk, begrijpt u? Maar ik hoop dat u aan het eind van de rit, aan het eind van het verhaal, zult zeggen van, nou, daar zou je best wel eens gelijk in kunnen hebben. Misschien ook niet. Maar wat ik in ieder geval hoop, is dat u na dit verhaal en wat kennis over het maakproces van lakwerk, dat u met andere ogen naar de objecten in de tentoonstelling gaat kijken. Om een beetje in de sfeer van de lakterminologie te blijven, ik wil u graag een extra laagje van betekenis meegeven. Wat is lak nu? Wat is het materiaal? De allermakkelijkste manier om het uit te leggen, ik neem aan dat u geen Chinese, Japanse karakters leest, maar we kunnen het heel makkelijk uitleggen. Onderin ziet u het karakter voor lak. In het Japans wordt het uitgesproken als urushi. En het is eigenlijk een samengesteld karakter wat bestaat uit drie andere karakters: boom, sap en water of vocht. En daar zit dus ook de volledige betekenis van wat lak is, zit daarin inbesloten. Het is een sap wat uit een boom getapt wordt en als het in contact komt met water of vocht, dan hardt het uit. Dus dat is al een hele eigenaardige eigenschap van de Japanse lak. Er zit geen oplosmiddel in. Het droogt op natuurlijke wijze wanneer het in contact komt met een hoge luchtvochtigheid. Dus om het te laten drogen, uitharden is technisch gezien eigenlijk het goede woord, doen we het in een soort houten kist of kast waar natte lappen in worden gelegd om die luchtvochtigheid omhoog te brengen. En dat gaat laagje voor laagje. Dus lakken, drogen, slijpen, lakken, drogen, slijpen enzovoorts. We gaan even kijken naar die boom. Want als u straks bij de tentoonstelling naar binnen wandelt, ziet u twee van die bomen staan met zo'n kenmerkend kerfpatroon. En de boom zelf is eigenlijk een heel erg sneu verhaal. Want die bomen die laten we 15 jaar lang groeien. En als ze dan ongeveer die dikte hebben, dan worden ze binnen een periode van 4 maanden worden ze leeg gebloed. Dus om de 4-5 dagen wordt er een kerf ingemaakt. Dan komen er een paar druppeltjes lak uit. Dan laten we even rusten en de volgende week gaat het weer verder totdat hij na 3-4 maanden gewoon morsdood is en vervangen wordt door een jonge scheut. Ik heb het zelf overigens 4 keer gedaan in Japan de bergen in om die lakbomen te tappen. Ik kan u verzekeren, het is een heel vervelend en ondankbaar werkje, want je doet het in een hartje zomer. Je bent helemaal ingepakt en uiteindelijk één boom in zijn hele leven levert ongeveer een flinke tandpasta-tube aan lak op voordat hij eraan overlijdt. Dus ja, het is al een ongelooflijk kostbaar materiaal, zult u begrijpen. Alleen de lak zelf en dan heb je nog niks. Naast dat uitharden bij een hoge luchtvochtigheid is er nog een eigenaardigheid van lak waar ik u op wil wijzen. En een groot misverstand wat er bestaat. Bovenin ziet u de verse lak die eruit komt druppelen. Ja, ik noem het altijd een beetje een koffieverkeerd, een latte kleurtje heeft het. Maar daaronder ziet u de lak die inmiddels al gedroogd is. En dat is nagenoeg zwart. Dit is dus een groot misverstand over de Aziatische lak. Het is niet tot nauwelijks transparant. En omdat het zo donker wordt tijdens het drogen, is het ook maar met heel weinig kleuren en pigmenten compatibel. De meeste pigmenten die je er doorheen mengt, dat maakt niet uit. Bij het drogen wordt het nog steeds één zwarte, bruine drek. En de enige kleur die eigenlijk echt goed stand houdt in lak, is vermiljoen rood. Dus dat is ook de reden. Er wordt vaak gezegd, ook prachtig die esthetiek van dat rood en het zwart in de Japanse lak. Ja, dat is ook gewoon de beperking van het materiaal. Want eeuwenlang zijn er geen andere kleuren eigenlijk mogelijk geweest in lak. Je kunt met veel moeite weer geel en groen maken, maar het zijn niet hele aantrekkelijke kleuren. Dit is nog een ander puntje van lak. Als lak eenmaal uitgehard is, is het volstrekt veilig, maar in de vloeibare vorm veroorzaakt het een verschrikkelijke huidallergie. En daar bestaan ook vrij veel fabeltjes over en ook dat
Japanners daar meer immuun voor zouden zijn dan wij. Ik kan u verzekeren, dat is niet waar, want ik heb het bij al mijn klasgenoten gezien. Ongeveer een periode van 1,5-2 jaar heb je permanent jeuk en pijn over je hele lichaam. Dus dit soort sferen, het begint met die rode bultjes die heel erg jeuken. Dat verspreidt zich over je hele lichaam. Dus niet alleen waar je in contact komt met de lak. Dat worden een soort blaren en uiteindelijk vallen de vellen er vanaf en dan begint het hele proces weer opnieuw. 2 jaar tijd voordat je daar resistent, immuun mag je niet zeggen, maar resistent voor wordt. Dus dat zijn de eigenaardigheden. En je zou toch ook wel kunnen zeggen, dat zijn dus flinke nadelen van het materiaal. Hè? Je moet er een half bos voor uitmoorden. Het veroorzaakt een hele nare allergie. Het is niet transparant en dan heb je ook nog een beperkt aantal kleuren. Dat klinkt niet als een buitengewoon aantrekkelijk materiaal. Hè? Dus dan moeten er wel een paar hele grote voordelen aan kleven die maken dat ze er toch een traditie van hebben gemaakt in Japan die meer dan 5000 jaar oud is. En die zijn er ook. Het is een van de sterkste natuurlijke polymeren die wij kennen. Uitgeharde lak is ongelooflijk sterk. Het is natuurlijk waterdicht, maar het kan tegen kokend water, het kan tegen zuren en bazen. Ik heb zelfs thuis een kommetje waar ik verfafbijt op heb gedaan. Het doet helemaal niks met de lak. Dus het is ongelooflijk sterk. Het enige waar het niet zo van houdt is daglicht, maar ook dat valt in de praktijk best mee. En daarnaast heeft het nog een andere voordeel. Het heeft van nature een bacteriedodende werking. Zelfs wanneer het volledig uitgehard is. En u snapt daarom, Japan, heel veel rauwe producten als vis. Daarmee is lak eigenlijk een perfecte combinatie, omdat het bacteriedodend werkt. En ik moet hier vandaag van mijn Japanse leraar vertellen, dat heb ik hem beloofd, dat nu uit recent onderzoek is gebleken dat het coronavirus ook niet langer dan 1,5 uur op een lakoppervlak kan overleven. Ik denk bij mezelf, ja, wat heb je eraan? Maar het laat maar weer zien wat voor een bijzonder materiaal het is. En daarom ook heeft het vooral een centrale plek in de Japanse eetcultuur. En er is nog een tweede voordeel wat lak echt zo fantastisch maakt. En dat klinkt misschien als een kleinigheid, maar lak krimpt niet tijdens het uitharden. De meeste lakken waar oplosmiddelen in zitten, die oplosmiddelen verdampen en dat zakt in. Maar lak eigenlijk droogt op zoals je hem aanbrengt. Dat lijkt een klein detail, maar dat biedt ongelooflijk veel mogelijkheden, omdat je daarmee allerlei andere materialen in die lak kunt inbedden. En daar ga ik u vandaag over vertellen. Maar voordat we bij het inbedden komen, we beginnen bij de basis. Dit is het stappenplan. U ziet straks in de tentoonstelling zit u een hele rits aan schaaltjes van hout tot aan een, ik meen 34 of 36 zijn het er? 35, ja. Totdat, en daar zijn nog, nou, ik denk een stap of 20 zijn daarin overgeslagen. Maar u ziet dat het laagje voor laagje wordt opgebouwd en eigenlijk die eerste stappen, 32 stappen tot aan een perfect glimmend oppervlak, dat is de basis, dat is wat je leert tijdens je eerste jaar. Ik wil er niet al te diep op ingaan, maar gewoon samenvattend gezegd, je begint met hout, het hout wordt met linnen gaasdoek ingepakt en dat linnen dat fungeert eigenlijk als een soort bewapening om die lak op zijn plek te houden. Het is een soort gewapend beton. En daarna wordt het met klei fijner opgebouwd tot de laatste lagen die een pure lak zijn. Hier zit dus al, nou, als je het snel doet, kun je het binnen een maand. En dan heb je alleen een perfect gepolijst oppervlak en dan heb je eigenlijk nog niks. Dus er zit ongelooflijk veel werk in, wat je ook niet ziet. Nu vragen mensen mij wel eens, historisch ook is het bekend dat de Japanse lakkunst altijd als allermooiste en verfijnste en hoogste werd gezien. Het werd ook in China gemaakt, het werd in Korea gemaakt, maar Japanse kwaliteit lag altijd hoger. En is daar nu een geheim van de Japanners? Of je echt van een geheim kunt spreken,
weet ik niet, maar de Japanners hebben de slijp- en polijstechnieken dusdanig verfijnd dat zij alles eigenlijk wat gelakt is tot een spiegel perfect kunnen afwerken. En dit is uniek aan de Japanse lakkunst en dat doen wij met blokjes houtskool van speciaal geselecteerde bomen. En die stellen je eigenlijk in staat om binnen een laag dikte van ongeveer 30 micron om het helemaal als een spiegel glad te polijsten. Dus de lakwerkers, het wordt lakwerk genoemd, maar eigenlijk is het polijstwerk. Want 85% van de tijd ben je aan het polijsten. Tussen alle lagen in. En de meeste lakwerkers die ik ken, die laten graag aan mensen zien hoe ze iets lakken. Maar niemand laat aan je zien hoe ze het polijsten. Dat is vaak het geheim. Nu gaan we even terug naar dat. Ja, we gaan even verder op dat slijpen en polijsten. Dat is een term die u in de lakwereld heel vaak tegen zult komen en dat is togidashi. Togidashi betekent letterlijk vrij slijpen of zichtbaar slijpen. U herinnert zich misschien dat ik net vertelde dat lak niet transparant is. Dus deze schildering die u ziet in gesprenkeld goud, die wordt als het ware tussen twee laklagen ingesprenkeld. Hij wordt ertussen gesandwiched. Daarna is hij dus helemaal onzichtbaar. En dan wordt het met blokjes houtskool vrijgeslepen totdat het weer zichtbaar wordt. Dat klinkt misschien een beetje abstract. Maar ik heb dwarsdoorsneden gemaakt, zelf in paint. Want ik ben niet zo handig met de computer. Maar daar waarmee u hopelijk visueel kunt zien wat er precies gebeurt. Nog even snel de materialen die je gebruikt bij makië, het sprenkelen van goudpoeder. Allerlei verschillende soorten korrels, vlokjes, plaatjes goud die via deze sprenkelbuisjes in de natte lak worden gesprenkeld. En zo ziet het er dan uit met een heel dramatische lichtval. Dus, kijk, dit is dan een van mijn animaties. We beginnen met een perfect vlak gepolijst oppervlak. Daar gaan we iets op schilderen. Met de lak natuurlijk. En nou moet u denken, dat is ongeveer, heeft een dikte van 0,02 mm. 20 micron is een gemiddelde laklaag. Voordat die droogt, worden er korreltjes goud ingesprenkeld. Dan gaat er een hele laklaag overheen. En dan gaan we met dat stukje houtskool gaan we dat polijsten totdat het weer tevoorschijn komt. Dus alles wat u hier ziet, dat is niet iets wat bovenop de lak ligt, maar het is iets wat ingebed ligt tussen de laklagen in. Daarom voelt het ook perfect spiegelglad. Het ligt er als het ware tussen. En nog even voor de duidelijkheid. We hebben het hier over 25 micron ongeveer. Dat is je spelingsruimte. Dat vergeet ik even te zeggen. Goud en zilver is natuurlijk maar een betrekkelijk aantal, beperkt aantal kleuren wat je daarin mee in de afbeelding kunt brengen. Dus de ware kunst van het goudsprenkelen van makië zit vooral in het spelen met die korrels. Dus hoe dicht sprenkel je het? Laat je het overlopen van dicht gesprenkeld naar dun gesprenkeld? En daardoor kun je dus allerlei verschillende effecten krijgen. Je kunt het op massief goud laten lijken als links, maar je kunt het ook op een inktschildering laten lijken. Wat kan er fout gaan? Stel je onderschildering, die is net even iets te dik en je toplaagje is net even iets te dun en je gaat slijpen, dan slijp je de helft van je goud weg. Dat gebeurt heel vaak. Dus bij mijn opleiding hoorde je af en toe ook "Ah!" En dan wist je, het was weer zover, want er is geen enkele manier om dit te corrigeren. Als je je goud hebt weggeslepen, kun je weer helemaal opnieuw beginnen. De hele afbeelding opnieuw maken. Alles weer overlakken, alles weer polijsten. Het kan bijvoorbeeld ook inderdaad als de ene tekening net wat hoger ligt dan de andere, dat je de ene hebt vrijgeslepen en dat de andere er nog onder verscholen ligt. Ook dan ben je de sigaar. Dus dit wetende
wil ik ze toch nog heel eventjes naast elkaar zetten. bij een schilderij, Olivers, het is natuurlijk een prachtig schilderij, laten we dat vooropstellen, en geweldig gedaan. Maar je bekijkt het alleen van voren. En van voren moet het mooi zijn. Een lakobject moet van alle kanten gezien een perfecte reflectie vertonen. En dat is ook het mooie aan deze tentoonstelling, dat allemaal aparte vitrines zijn. En ik kan u zeker aanraden om straks net als een Japanner naar die objecten te gaan kijken. Want in Japan zie je altijd mensen zo rondom die vitrine lopen om te kijken of ze niet ergens een foutje in de reflectie kunnen zien. Daaraan herken je de kwaliteit van het lakwerk. Maar ik kan u verzekeren, ik heb het een paar keer gedaan en in deze tentoonstelling gaat u helemaal niets vinden. Dus welke is moeilijker? Ik laat het nog even aan u. Goudpoeder is natuurlijk niet het enige materiaal wat je kunt inbedden. Hier zie je me nog een selectie van plaatgoud, plaatzilver, dun parelmoer. Zelfs kevervleugeltjes kun je inbedden. En soms kun je er ook een combinatie van doen. Dat is best lastig omdat al die materialen op dezelfde hoogte moeten uitkomen, maar dat ze allemaal een andere dikte hebben. Hier zien we bijvoorbeeld het kwartelei. Hier zien we stukjes parelmoer en dat gaat over hier in goudpoeder. Nog even een dwarsdoorsnede. Je begint dus met ijsschaal en parelmoer. Dat ga je een keer overlakken. Dat slijp je gedeeltelijk weg. Nog een keer overlakken en de goudkorreltjes erin. Nog een keer overlakken. En als je dan alles goed hebt gedaan, ligt het allemaal op dezelfde hoogte. Dat maakt lakwerk zo verschrikkelijk moeilijk. Bij schilderen heb je eigenlijk maar met twee dimensies te maken. Je verf kan een beetje pasteus zijn of dunner zijn, maar een lakwerker denkt permanent in drie dimensies. Omdat hij weet als hij daar de fout in gaat, dat hij uiteindelijk bij het slijpen alles kwijt is. Nog even in dwarsdoorsneden dus waar u naar kijkt. En vaak is die tokidashi, die perfect gepolijste achtergrond bij deze lakdozen, is alleen de achtergrond. Dan zit er ook nog reliefwerk op. Dat is dan de volgende stap. Dat kun je doen bijvoorbeeld door heel eenvoudig met lak een schildering te maken. Of je kunt in diezelfde schildering heel fijn goud poeder sprenkelen. En dat noemen we hieramakie. Dus wat je hier eigenlijk ziet is een tokidashi achtergrond waar goud in zit en waar parelmoer in zit. En daar zijn dan die herfstgrassen nog overheen getekend in een laag relief met goudpoeder erin gesprenkeld. En daarbij komen de schilderkunsten van de lakkunstenaar komen het beste tot uitdrukking. Want lak zelf heeft een beetje een textuur, ik noem het gesmolten chocola. Die dikte moet u een beetje aan denken. En het is ongelooflijk lastig om met zo'n enigszins pasteus materiaal zulke dunne lijnen te maken. Dus een van de eerste oefeningen die ik kreeg bij de opleiding was een penseel, een plankje en ga maar allemaal parallele lijnen naast elkaar uit de hand schilderen. En ze moeten zo dun mogelijk zijn. Ja, die tekening die kan laag relief zijn, hij kan hoog relief zijn. In dat geval stapel je verschillende laagjes op elkaar en gaat er dan uiteindelijk later goudpoeder over. Daardoor komt het wat meer uit de achtergrond naar voren en dat noemen wij takamakie. Dat heeft vaak een wat kloeker, wat stoerder en mannelijke uitstraling dan het elegante, lage, subtiele hieramakie. U ziet dat bijvoorbeeld hier bij deze prachtige doos van Komo Tozan. Die aubergines die echt uit dat oppervlak oprijzen. Dit zijn allemaal sprenkel- en inbedtechnieken. En ik wil voor het laatste deel wil ik nog even kijken naar de snij- en graveertechnieken. Want veel mensen weten dat niet. Lakwerk kun je ook heel erg mooi snijden. Als lak uitgehard is, dan heeft het een vergelijkbare hardheid met ivoor. En u weet, ivoor kun je heel mooi scherp in detail snijden. En dat kan met lak ook. Alleen het probleem is, één zo'n laagje is maar 20 micron.
Dus hoe zorg je dat je genoeg massa hebt om in te kunnen snijden? Nou, je gaat gewoon honderden keren lakken. Dat is een doosje zoals deze bijvoorbeeld. Choshits noemen we dat, gesneden lak. Je hebt ongeveer 150 lagen aan lak nodig om een dikte van 6 mm op te bouwen. Dus dit snijwerk, nou ja, als je een beetje doorwerkt, doe je dat denk ik in 2 dagen. Maar het opbouwen van de lak eronder, daar ben je 1 jaar mee bezig. Dus de gesneden lak is echt alleen maar lakken, slijpen, lakken, slijpen, lakken, slijpen. Totdat het dik genoeg is en dan snij je uiteindelijk je voorstelling erin. En hier kun je ook in de details kun je dat goed zien, hè, waar je door de lagen heen bent gegaan. Het is weliswaar dezelfde kleur, maar je ziet een soort houtnerf zie je ontstaan waar je die door die lagen heen snijdt. Dan zijn er nog de graveertechnieken. Chinkin en Kima, die zijn helaas niet heel erg sterk vertegenwoordigd in deze tentoonstelling. Dat zijn meer een soort krastechnieken. Dus je gebruikt een soort kraspen om in de lak gewoon gravures te maken. En die zie je dus amper wanneer je aan het graveren bent. Het zijn hele fijne lijntjes. Maar als je er daarna bladgoud of goudpoeder insmeert, dan komt dat als een soort sgraffito-tekening komt dat naar voren. Deze techniek noemen we chinkin. Datzelfde graveren dat gebeurt bij kinma. Alleen in plaats van goud erin te doen, wordt er dan een laklaag in een andere kleur overheen aangebracht. Dan gaan we dat weer terugslijpen, zodat alleen de contrasterende kleur in die gravures overblijft. Dan wil ik nog even heel kort iets zeggen over het onderwerp kleur, want daar gaat Jan straks u meer over vertellen. Ik vertelde, lak is niet transparant en de selectie aan kleuren was heel erg beperkt, voornamelijk rood, een beetje bruin en voor de rest moest je het vooral van goud en zilver hebben. Dus toen aan het begin, rond het begin van de 20e eeuw, de synthetische pigmenten hun intrede deden, zorgde dat voor een ware revolutie in de lakkunst. En daar gaat Jan straks nog wat verder op in. En ik wilde nog even, omdat ik zo lekker bezig was met het maken van mijn dwarsdoorsneders, dacht ik, dit is een heel klein doosje, moet straks maar op zaal kijken. Ik schat een laagje of 200, ondanks dat die zo klein is. En dit is dus in dwarsdoorsneden wat er gebeurt. Tot slot, het is lastig voor mij om echt tot in detail te vertellen hoe lakwerk wordt gemaakt. Maar ik hoop dat u er vooral van is bijgebleven dat je lakwerk niet als schilderij moet beschouwen. Je moet altijd rekening houden met de derde dimensie. Er zijn meerdere lagen en wat gebeurt er tussen die lagen en hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Dat maakt dat lakwerk zo ongelooflijk mooi en perfect is. En de nauwkeurigheid die gaat inderdaad tot op 100ste van een millimeter. Het gaat voornamelijk over slijpen. En misschien vindt u het daarom ook niet vreemd om te horen dat een lakwerkje zoals we dat boven zien minstens 1 jaar kost om te maken. Iedere dag werken. Dus nogmaals, ik ga niks zeggen. Maar dank u wel, Dave. Ik denk fantastisch mooi verhaal. Enorm aanschouwelijk naar voren gebracht. En zeker de magie is intact gebleven. We gaan straks vragen doen aan het eind. Dus die moet u even opsparen als u wilt. Ik heb nog wel 1 kleine vraag. Dave, dit was jouw eigen arm, toch? Die je in beeld bracht. Ja, zeker. Ja, het was Dave's eigen arm. Maar het is nu helemaal goed gekomen met je arm. Ja. Ja, niks meer van te zien. Goed zo. Nou, dan zijn we. Het is een initiatieritueel, hè? Dat ja, hoort ja, ja, erbij. Ja, ja. We hebben nog uitgebreid gekeken of de lakboom die op de tentoonstelling staat, of daar nog iets mee mis is. Maar die is geïmpregneerd door Dave zelf. Ja. Destijds toen hij naar Europa kwam, naar Duitsland. En dat is allemaal veilig. Ik wil graag de volgende spreker aankondigen, Jan Dees. Velen van u zal die bekend zijn. Jan is samen met zijn partner René van der Star al 45 jaar aan het verzamelen op het gebied van Japans lak.
En ze ook 35 jaar aan het studeren. En dat heeft in behoorlijk wat artikelen heeft dat geresulteerd. Zelfs een proefschrift dat hij naast zijn werk als medisch specialist heeft geschreven over het onderwerp wat u in de tentoonstelling centraal ziet staan. Hij heeft er boeken over geschreven. We zetten hem straks achter een tafel aan het eind om zijn boek te signeren. Zijn laatste boek in het Nederlands geschreven over lakwerk. En ja, die fantastische collectie vormt het 2/3 van wat u straks op zaal te zien krijgt. Daar zijn we natuurlijk heel verguld mee als Rijksmuseum dat we dat in huis mogen hebben. En daarnaast hebben ze ook nog een aantal dingen geschonken, waaronder 150 kimono's. Dus nou ja, alle reden tot vreugde als je een museumconservator bent. En helemaal omdat hij gastconservator wilde zijn voor de tentoonstelling. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Ik vond het ontzettend leuk om met Jan samen te werken. En ik geef hem graag het woord voor zijn lezing. Modern Japans lak 1890-1950, tentoonstelling. Titel: Van oog voor detail naar gevoel voor impact. Jan Dees. Dankjewel, Menno. Het was inderdaad een hele plezierige samenwerking die tot een prachtig resultaat heeft geleid. Dames en heren, u begrijpt wel, hier staat een gelukkig mens. Ruim 35 jaar geleden verdiepte mijn belangstelling voor de Japanse lakkunst zich toen ik medeverantwoordelijk werd voor de jubileumtentoonstelling van de Vereniging voor Japanse Kunst. Die werd in 1987 gehouden in het Haags Gemeentemuseum. Nadien was ik naast verzamelaar voornamelijk ook onderzoeker. Door mijn uitbreidende internationale netwerk kwamen allerlei onderwerpen langs die erom vroegen om uitgeplozen te worden. Zo heb ik het werk van een reeks lakkunstenaars in beeld kunnen brengen. Eind jaren 90 kwam ik erachter dat ik feitelijk bezig was met het beschrijven van een hele betekenisvolle periode in de Japanse lakkunst, 1890-1950. Die werd voortaan het kader waarbinnen zich mijn onderzoek afspeelde. In de daaropvolgende 10 tot 15 jaar ontvouwde die periode zich stapsgewijs in mijn publicaties, met als mijlpalen de catalogus bij de tentoonstelling Ferns, Feathers and Flowers, die in 2001 zowel in Münster als in Genève te zien was. Het proefschrift Facing Modern Times in 2007, wat zich vooral richtte op een viertal hoofdfiguren uit die periode, lakmeesters. En de special Bold and Colorful van het tijdschrift Andon in 2013, dat ging over de salons in Japan die zo'n belangrijke rol op de tentoonstelling spelen. Dat ik deze periode nog eens mag samenvatten in een tentoonstelling in het Rijksmuseum geeft enorme voldoening. En met het resultaat van de expositie ben ik buitengewoon ingenomen. De Japanse lakkunst kent een lange geschiedenis. Al meer dan 1000 jaar worden gebruiksvoorwerpen versierd met goud- en zilverpoeder op een zwarte of gouden ondergrond. Deze tentoonstelling gaat over een unieke periode in de Japanse lakkunst. Daarin ontwikkelen de gedetailleerde traditionele decoraties zich tot krachtige ontwerpen die vaak invloeden vertonen uit andere culturen. Het dromerige beeld in goud, zilver en zwart maakt plaats voor grotere, kleuriger ontwerpen met een meer realistisch karakter. De oorzaak voor deze omwenteling lag in de frustratie van de ambachten, niet alleen lak, maar ook keramiek en metaal, over hun uitsluiting van de prestigieuze salon, die sinds 1907 elk jaar door de overheid werd georganiseerd. De emancipatiestrijd die daaruit met enige vertraging voortkwam, was bedoeld om op gelijke voet te komen met de schilder- en beeldhouwkunst. Het middel daartoe was artistieke vernieuwing. Dit doel werd bereikt in 1927. Tijdens de zoektocht naar eigentijdse stijlen ontwikkelden de lakmeesters zich tot vernieuwingsgezinde, erkende kunstenaars. Ik wil graag beginnen met het bespreken van twee werken
die in verschillende opzichten representatief zijn voor de veranderingen in de lakkunst voor en na dat keerpunt 1927. Hier ziet u het deksel van een schrijfdoos. Op de voorgrond ziet u een treurwilligje, rechts daarachter op een heuvel een achthoekig bouwwerk dat omgeven is door dennen, bamboe en esdoorns. In de verte een pagode met 3 verdiepingen. Tussen deze 3 elementen in nevelsluiers boven een donker vlak. Dat moet wel water zijn. Dat vermoeden wordt bevestigd door de reflectie van de maan. Vrijwel alles is uitgebeeld in goudlak met een beetje zilver op een zwarte ondergrond. Het zal om een herfstnacht gaan, want het wilgje heeft zijn bladeren verloren, terwijl de esdoorns ze nog bezitten. De binnenkant van de doos, kan het licht hiervoor nog wat lager? Of kunt u het goed zien? De binnenkant van de doos laat een winterlandschap zien. De boomtakken zijn bedekt met sneeuw, net als de riethalmen en de paaltjes aan de waterkant. Ook de bergtoppen in de verte zijn met sneeuw bedekt. Het thema winter wordt voortgezet op het zilverbeslag van het schrijfgerei. Dat ziet u aan de sneeuwkristallen, allemaal verschillend gevormde sneeuwkristallen die daarop zijn aangebracht. De inktsteen steunt aan beide kanten op uitneembare plankjes. Als het onderste plankje wordt verwijderd, krijgen we een gezicht op het meer te zien, waar 2 eenden een kijkje nemen. Bovendien komt de signatuur tevoorschijn van Funabashi Shumin, geboren in 1859 en werkzaam tot tenminste 1931. Wat weten we verder van de schrijfdoos? Op de binnenkant van het deksel van de houten bewaardoos staat een inscriptie. Goedgunstig geschonken door Zijn Majesteit de Keizer bij mijn zegevierende terugkeer op 9 december 1905. Eerbiedig opgeschreven door Kuniyoshio. Het verdrag van Portsmouth had in september 1905 een einde gemaakt aan de Russisch-Japanse oorlog die door Japan was gewonnen. Kuniyoshio is prins Kuniyoshio, een telg uit een zijtak van de keizerlijke familie. Kennelijk had hij in de oorlog gevochten. De keizer is de Meiji-keizer Mutsuhito. Een keizerlijk geschenk dus als blijk van waardering voor zijn inzet in de oorlog. Hier ziet u de prins met zijn vrouw en 6 kinderen in oorlogsuniform, in legeruniform. De oudste dochter lijkt een speciale positie in te nemen. Het gaat om de latere keizerin Nagako, echtgenote van Hirohito. Maar waar bevinden die tempelgebouwen zich? Pagodes en treurwilgjes zijn overal in Japan te vinden, maar dat geldt niet voor achthoekige paviljoens. In een boek over de monumenten van Japan vond ik al gauw een achthoekig paviljoen van de Kofukuji-tempel in de oude keizerstad Nara. Een plattegrond op de website van de tempel laat echter 2 achthoekige paviljoens zien. Bovendien bezit de tempel ook 2 pagodes, de ene met 3 en de andere met 5 verdiepingen. De tempel bleek aan een water te liggen, de Sarusawa-vijver. Met Google Earth is te zien dat er treurwilgen rond deze vijver staan. En vanuit een bepaald standpunt komt 1 treurwilgje op de voorgrond, een achthoekig paviljoen rechts op een heuvel en grotendeels onttrokken door betonnen gebouwen, een pagode met 3 verdiepingen linksachter. Maar het sluitstuk in de bewijsvoering werd geleverd door een oude ingekleurde ansichtkaart. Sarusawa Pond et Nara. De kaart is gedrukt tussen 1900 en 1907, precies in de tijd dat deze doos is gemaakt. Toen bestonden de betonnen gebouwen natuurlijk nog niet, maar wel eethuisjes en toeristenkraampjes. Die heeft Shumin heel esthetisch achter nevelsluiers verborgen. Bij het ontbreken van een officiële titel noem ik de schrijfdoos nu de Sarusawa-vijver.
Opmerkelijk aan de afbeelding is het duidelijke perspectief. In de eerste plaats wordt dit bereikt door vormelementen op de voorgrond groot af te beelden en vormelementen op de achtergrond klein. Maar Schumin maakt tevens gebruik van reliëfverschillen in goudlak. Hij creëert dieptewerking door bewust en uitgekiend gebruik te maken van het vermogen om hoogrelief takamakié om op de voorgrond te treden en de eigenschap van uitgeslepen tobidashi om zich terug te trekken. In dit detail zien we dat de pagode en de omringende dennen slechts weinig contrasteren met de omgeving. Ze hebben de neiging om er enigszins mee te vervloeien. Kijkt u maar naar de goudkorrels in de zwarte naaltooien van de dennen. Er treedt een lichte onscherpte op. Dit wordt atmosferisch perspectief genoemd. In feite hetzelfde effect als de blauwe landschapjes op de achtergronden van de schilderijen van oude Italiaanse meesters. Leonardo zou het sfumato noemen. Maar in dit geval teweeggebracht met de klassieke laktechniek, Dave noemde hem al togidashi. Het achthoekige paviljoen en de meeste omringende dennen bezitten een duidelijk zichtbaar en voelbaar relief dat zich scherp aftekent tegen de omgeving. Van vervloeiing met de achtergrond is hier geen sprake. Door het relief reflecteert het paviljoen bovendien meer licht, waardoor het nog meer op de voorgrond treedt. Ook deze fenomenen worden teweeggebracht door een klassieke laktechniek, takamakié, hoogrelief. Bij het treurwilgje wordt dit effect nog versterkt door het ruwe oppervlak. Rembrandts leerling, nu we het toch over Rembrandt hebben, Rembrandts leerling Samuel van Hoogstraten wist al dat oppervlakken met een ruwe textuur op de voorgrond treden ten opzichte van gladde oppervlakken. Hij noemt dat kennelijkheid. Is het perspectief op deze schrijfdoos dan ontleend aan de westerse schilderkunst? Helemaal niet. Want de hier getoonde fenomenen zijn puur het gevolg van de eigenschappen van bepaalde Japanse laktechnieken. Dieptewerking op basis van de verschillende laktechnieken zal vast wel eens eerder op Japans lak zijn toegepast, maar het op zo'n bewuste manier creëren van perspectief lijkt toch een vernieuwing uit het begin van de 20e eeuw te zijn. Natuurlijk domineert de traditie in het ontwerp van deze schrijfdoos. Alleen al door de kleurstelling goud, zilver, zwart. En door het oog voor detail waarmee de maquillé-tekening is uitgevoerd. Maar toch zijn er voor deze tijd moderne aspecten aan te ontdekken die vooral gevolg zijn van het individuele kunstenaarschap. Om duidelijk te zijn, wat u in de tentoonstelling ziet is niet traditie in het begin en moderniteit aan het eind, maar in het begin gaat het om een getemperde vorm, zal ik maar zeggen, van moderniteit die helemaal van doen heeft met het individuele kunstenaarschap. Daar gaat dit stukje over. Dit individuele kunstenaarschap, die vaak persoonlijke stijlen, herkenbare stijlen tot gevolg hadden, die had vanaf 1890 vorm gekregen door de stichting van kunstacademies in een aantal grote steden. Hier kregen de studenten voor het eerst onderwijs in een multidisciplinaire setting. Als regel maakten lakkunstenaars sindsdien hun ontwerptekeningen zelf, in plaats van te putten uit de bestanden van de familieateliers, zoals in de Edo-periode, of om ze te betrekken van overheidsbureaus, zoals tijdens de periode van ambachtelijke exportindustrie in de vroege Meiji-tijd. Dat gold al gauw ook voor kunstenaars als Funabashi Shumin, die hun opleiding niet aan de academies hadden gevolgd. Een tweede modern aspect is de tamelijk natuurgetrouwe weergave van de Sarusama-vijver. De uitbeelding lijkt immers goed op de aanzichtkaart. Ik hoor u denken dat de kleurstelling in goud, zilver en zwart toch allesbehalve natuurgetrouw is. Maar daarvoor had Schumin een alibi. Het is de maan die het tempelcomplex
en de vijver in een gouden licht heeft gezet. De werkelijkheid was natuurlijk dat er in 1905 geen andere mogelijkheden bestonden. De nieuwe kleurpigmenten moesten nog worden uitgevonden. En dan tenslotte het perspectief dat vooral door uitgekiende toepassing van verschillen in de relief werd benadrukt. Ik vond trouwens nog een bijzondere reden waarom prins Kuniyoshio juist een schrijfdoos met een afbeelding van de Kofukuji-tempel cadeau gekregen kan hebben. Zijn vader was een boeddhistische priester die een groot aantal jaren abt van deze tempel is geweest. We nemen een sprong in de tijd van 1905 naar 1938 en komen in een andere wereld. Deze doos met de aalscholver is een stuk groter dan de besproken schrijfdoos. De hoeken en randen zijn afgerond. Het deksel reikt bijna tot aan de ondergrond, om de voorstelling niet te onderbreken. De aalscholver staat op een rotsblok in zee zijn vleugels te drogen. De zee is blauw, het schuim van de branding wit en de aalscholver bijna helemaal zwart. Zo dicht bij de werkelijkheid was de Japanse lakkunst zelden geweest. Kijkt u maar. Zelfs het groene oog en de gele vlek achter de snavel en de donsveertjes tussen de slagpennen kloppen. En kijkt u eens hoe goed die poot is gedaan. En op het rotsblok lijkt alg te groeien. Het witte schuim is niet in lak uitgebeeld, maar wordt opgeroepen door inleg van talloze stukjes eierschaal in de nog niet uitgeharde lak. Lakkunstenaars gebruikten daarvoor graag schalen van kwarteleieren, omdat die zo mooi dun zijn. Het oog is van een stukje groene steen gemaakt. De gele vlek achter de snavel wordt geïmiteerd met inleg van snippers bladgoud. Maar waarom ik u dit detail speciaal laat zien, is om uit te leggen hoe de zee aan zijn blauwe kleur is gekomen. Eerst zijn verschillende tinten blauwe lak opgebracht, de lichte en de donkere. Dat wil zeggen pigmenten vermengd met lak. Vervolgens werden daar voor het uitharden splinters blauwe lak in uitgestrooid, die donkere plekjes. Precies op dezelfde manier als dat met goudpoeder gebeurde, met dat sprenkelaartje van bamboe. Het uitstrooien van die splinters op de natte laklaag wordt kanshitsu-fun genoemd. Door deze splinters werd de blauwe kleur van de zee intenser en levendiger. Behalve blauwe splinters heeft de lakmeester bovendien stukjes dun parelmoer uitgestrooid om het water van enige schittering te voorzien. Dat ziet u hierboven, een paar, maar in de vitrine ziet u dat beter, vooral als u aan de achterkant gaat staan. De afgeronde vorm van de doos is gemaakt met een techniek waarbij de kern van in lak gedrenkte lappen neteldoek wordt gemodelleerd over een mal. Die techniek heet kanshitsu. Niet te verwarren met kanshitsu-fun, die splinters, die we zojuist hebben besproken. Aan een kanshitsu-kern komt geen hout te pas. Op de röntgenfoto van een andere doos, deze, in de tentoonstelling, ziet u in de achtergrond dan ook geen houtnerven, maar een textielpatroon. Dat hadden we ook bij de aalscholverdoos verwacht. Dat textielpatroon is ook wel degelijk aanwezig en ik weet niet of u het bij deze belichting kunt zien, maar het is hier aanwezig en het loopt over het hele oppervlak. Maar er lijken houten strips in die textielkern geïncorporeerd te zijn. Waarom de kunstenaar zoiets heeft gedaan, is nog volkomen onduidelijk. Misschien om de kern te versterken of om het maakproces sneller te laten verlopen. Het is ons een raadsel. Ik heb het steeds gehad over de kunstenaar, maar het gaat om Rokkaku Daijo, die in 1937 op de prestigieuze salon had gedebuteerd met zijn afstudeerwerk. In datzelfde jaar was hij geadopteerd door zijn leermeester aan de Kunstacademie van Tokio,
Rokkaku Shisui. En een jaar later maakte Daijo opnieuw indruk op de salon met zijn werk De Aalscholver. Hij maakte als lakkunstenaar een vliegende start. Deze portretfoto heb ik gekregen van zijn kleindochter Miru. Hier is zijn afstudeerwerk uit 1937, dat nog steeds in het museum van de academie, die nu Kunstuniversiteit heet, wordt bewaard. Ook Daijo heeft het net als zijn adoptievader geschopt tot de positie van professor aan de Kunstuniversiteit. Het zal u duidelijk zijn dat moderniteit in 1938 iets heel anders was dan moderniteit in 1905. De werkelijkheid kon nu veel natuurgetrouwer worden uitgebeeld door de uitvinding van nieuwe kleurpigmenten op basis van titaniumwit. Goud en zilver raakten uit de mode. De ontwerpen waren groot en krachtig, de vorm van de objecten werd vrijer door de kanshitsu-methode en vaak hadden dozen een dieprijkend deksel om het beeld niet te onderbreken. Alles was erop gericht om op de grote tentoonstellingen van de salon zich te onderscheiden. Een klein theebusje of een wierookdoosje had nauwelijks impact in die grote vitrines. De voorwerpen werden in het algemeen groter. Het Rijksmuseum heeft de Aalscholverdoos ter gelegenheid van de huidige tentoonstelling vanuit het Goslings Nieuw-Beerta-fonds kunnen aankopen. Daarmee heeft het museum een van de Rokkaku Daijo's belangrijkste werken in de verzameling gekregen. En bovendien een prachtig voorbeeld van salonkunst van voor 1950. Bij enkele kunstenaars zijn ook al kenmerken van moderniteit te vinden in de decennia voor 1927. Voorlopers dus. Dat hebben we al gezien bij de schrijfdode Sarusawa-vijver van Funabashi Shumin. Een ander uitgesproken voorbeeld hiervan vormen de grote bloemontwerpen van Akatsuka Jitoku, een kunstenaar die ik een jaar of 20 geleden al in kaart heb gebracht. Hier ziet u hem te midden van een tiental leerlingen. Deze foto kreeg ik van zijn schoondochter Hisako. Een van zijn vroegst bekende werken is een grote documentendoos met afgeronde vormen, die waarschijnlijk in 1900 te zien is geweest op de Wereldtentoonstelling van Parijs. Het deksel laat uitgestrekte velden prachtriet zien in het maanlicht. Op de voorkant, net zichtbaar denk ik, zijn enkele kwartels rond. De doos bevindt zich nu in de collectie van het Bauer Museum in Genève. Jitoku's werk uit deze periode toont verfijnde ontwerpen met veel oog voor detail op zwarte ondergronden. En vrijwel altijd is de maan erop te zien. In één oogopslag ziet u dat bij deze doos een stijlverandering is opgetreden. Het gaat om een bloeiende Sagittaria-plant bij een stroompje. Het keizerlijk wapen van de 16-bladige chrysant wijst erop dat deze doos een keizerlijke geschenk is geweest. De doos bevindt zich in de Freer Gallery of Art in Washington, maar een identiek exemplaar werd in 1907 door prins Fushimi geschonken aan de Engelse kroonprinses Mary, die een voorliefde voor Japans en Chinees lak had. De grote voorstelling strekt zich vanaf de voorkant en de rechterzijkant uit naar het deksel en de linkerzijkant. Karakteristiek voor de stijl die Jitoku vanaf 1905 heeft ontwikkeld. Dat weten we omdat Jitoku in 1905 een ontwerp publiceerde in het tijdschrift van de Japanse Lakvereniging. Dit werd een soort prototype voor zijn werk in de volgende 15 jaar. Dit draagbare kabinetje was in 1911 het kroningsgeschenk van de Japanse keizer aan inmiddels koningin Mary van Engeland. Een pauwenpaar tussen bloeiende azalia's. Er bestaan sterke aanwijzingen dat dit werk al in 1907 is vervaardigd. De voorstelling is gedetailleerder en traditioneler dan die op de ontwerptekening, maar er komt wel een ander pregnant kenmerk in beeld. De gouden, korrelige ondergrond, waardoor het lijkt alsof de pauw en de azalia's baden in zomers zonlicht.
Daar heb ik deze periode in Gitokoes werk naar vernoemd. De zonlichtperiode. De volgende twee dozen, allebei op de tentoonstelling te zien, volgen helemaal het prototype van de ontwerptekening en bezitten bovendien allebei de korrelige gouden ondergrond. Er is een reeks van deze dozen bekend en zij raakten in het begin van de 20e eeuw in zwang als diplomatieke geschenken. Van deze doos met varens en een bonenplant uit het Bauermuseum vond ik een afbeelding in het tijdschrift van de Japanse lakvereniging uit 1914 en daardoor is deze doos ook enigszins dateerbaar. De hoge doos met bloeiende gentiaan uit onze eigen verzameling was een keizerlijk geschenk. Dat is niet alleen te zien aan het wapen bovenop het deksel, maar ook aan de twee metalen afdekplaatjes aan weerskanten in de vorm van de 16-bladige chrysant. De Zweedse schout bij nacht Sten Ankarkrona ontving de doos toen hij namens zijn koning, George V, met zijn schip de lange reis maakte naar Japan om een huwelijksgeschenk voor het kroonprinselijk paar Hirohito en Nagako te bezorgen. Hij arriveerde in Tokio een maand na de rampzalige aardbeving van 1923, die de stad grotendeels in puin had gelegd. Toch zag hij kans om na een rondreis van 2 maanden thuis te komen met 40 kisten Japanse kunst. Op dit detail vindt u alle kenmerken van de zonlichtperiode. Grote botanische ontwerpen, een vleugje westerse invloed, de korrelige gouden ondergrond en inleg van parelmoer. Hoewel daar geen expliciet bewijs voor bestaat, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat het zonlicht van deze periode verband houdt met de lessen in olieverfschilderen die Akatsuka Jitoku heeft gevolgd, weliswaar niet van Rembrandt, maar aan het Hakubakai-instituut. De in Frankrijk opgeleide schilder Kuroda Seki had met enkele anderen de Hakubakai opgericht. Het werd vernoemd naar zijn favoriete merk sake. Hij bepleitte onder meer het belang van schilderen naar de natuur in de buitenlucht. Hier kan Jitoku zijn fascinatie voor zonlicht hebben opgedaan en misschien ook de wat meer levensechte weergave van planten en bloemen geleerd hebben. Met deze grote ontwerpen en een meer natuurgetrouwe weergave van de planten liep Jitoku vooruit op de ontwikkelingen van na 1927. Gezien dit deel van zijn oeuvre is het niet verwonderlijk dat juist Akatsuka Jitoku een van de belangrijkste voorvechters werd in de strijd om toelating tot de salon. Zijn eigen werk maakte daarbij een scherpe afslag naar de moderniteit. Zoals u ziet aan deze subtiel gevormde schaal, minimalistisch gevormd, met een prachtige oppervlaktetextuur, ook op de tentoonstelling te zien. Als erkenning voor zijn voortrekkersrol in de emancipatiestrijd werd Jitoku in 1930 benoemd tot lid van de Keizerlijke Academie voor de Kunsten. Ook deze foto kreeg ik van de oude mevrouw Akatsuka Hisako, Jitoku's schoondochter, die ik leerde kennen toen zij al diep in de 80 was. Ik heb haar een keer of 6 ontmoet, meestal in haar appartement in Tokio, hier gefotografeerd in bijzijn van haar dochter Natsu. Behalve over een glashelder geheugen en levendige anekdotes, bleek zij te beschikken over talrijke ongepubliceerde foto's, ontwerptekeningen en enkele kunstwerken van haar schoonvader. Geen Japanse onderzoeker had daar ooit belangstelling voor getoond. We hadden een uitgesproken klik met elkaar. Dat bleek niet alleen uit het door Jitoku beschilderde stuk keramiek dat ik van haar kreeg na mijn lezing aan de Geidai Kunstuniversiteit, maar misschien nog wel meer uit het cadeau dat ze mij tijdens een van de laatste bezoeken gaf. Een zelfgebreide trui met bijpassende sjaal. Soms zijn binnen het werk van één kunstenaar in tamelijk kort tijdsbestek ontwikkelingen waar te nemen die representatief zijn voor hun tijd. Dat is het geval bij 2 schrijfdozen van Wono Gisei, geboren in 1883,
en werkzaam tot tenminste 1944. Het gaat om de schrijfdoos Jonge Pijnboom uit 1931 en de kleine schrijfdoos Pijnbomen op de rotsen van precies 10 jaar later. Op de buitenkant van de schrijfdoos Jonge Pijnboom staan enkele dennentakken afgebeeld. Tussen de wirwar van naalden zijn enkele paren dennenappels afgebeeld. Aan de takken ontspruiten talrijke jonge loten, waarvan de naalden nog fraai in het gelid staan. De afbeelding is opgezet in goudlak maquillé, het gesprenkelde beeld, tegen een glanzend zwarte ondergrond. Nog steeds in goudlak, maar getemperd goudlak, dat in het begin van de jaren 1930 nog acceptabel werd gevonden. Op de binnenkant is de zee afgebeeld, ook in goudlak, op een bruine ondergrond. De pijnbomen staan dus aan zee. Het thema zee wordt verder uitgewerkt. Zo is op de complete set schrijfgerij een vlucht plevieren uitgebeeld die over de golven scheren. De zilveren waterdruppelaar heeft de ruwe textuur van het zandstrand. En het meest verrassende detail, wanneer we de inktsteen optillen en omkeren, zien we op de onderkant gelakte waterdruppels als bij een steen die je oppakt uit het natte zand. De karakteristieken van deze doos, een groot motief, een tot in detail uitgewerkt ontwerp, geen complexe technieken, maar wel perfect uitgevoerd en de toepassing van getemperd goud. Ook de schrijfdoos Pijnbonen op de rotsen van 10 jaar later toont een uitgewerkt ontwerp. Het gaat om de Horaiberg, de berg van onsterfelijkheid. Het bijzondere is dat de elementen van de voorstelling uit elkaar getrokken zijn. Op de buitenkant zien we 2 eilandjes van lood, waarvan er 1 bedoeld is, begroeid is met stokoude dennen. Dit is de Horaiberg. Daaromheen een onstuimige, diepzwarte zee. Tegen de boven- en onderrand gestileerde wolken in 2 verschillende tinten rood. Op de binnenkant zet het thema zich voort. De zilveren waterdruppelaar heeft de gedaante van een wassende of afnemende maan. Op het schrijfgerij staan wolkenslierten afgebeeld die de maan omringen. Op de binnenkant van het deksel cirkelen kraanvogels met dennetakjes tussen hun snavel, als teken dat de Horaiberg hun woonplaats is. Dit alles lijkt uitgevoerd te zijn in traditionele technieken op een zwarte ondergrond die met goudsnippers is bestrooid. Kunt u misschien hier het beste zien. Bij inzoomen blijkt het echter niet om zwarte lak, maar om een donkergroene ondergrond te gaan. En de goudsnippers blijken bij nader inzien splinters okerkleurige lak te zijn. Opnieuw kanshitsufun, dezelfde techniek die voor de blauwe zee van de aalscholverdoos is toegepast. Terwijl de vorige schrijfdoos volledig was uitgevoerd in de klassieke techniek van het gesprenkelde beeld, maquillé, heeft J.C. hier gebruik gemaakt van meer experimentele technieken. Om de zee te kunnen maken, heeft hij eerst zwarte lak vermengd met tofu, om de lak wat viskeuzer te maken. En daarna heeft hij die viskeuze lak met een stugborsteltje bewerkt om er de vorm van de golven aan te geven. Ook voor de wolken heeft J.C. lak vermengd met tofu gebruikt. Eerst heeft hij de donkerrode laag opgebracht om vervolgens in de kleverige lak met een dotje textiel een relief van pieken teweeg te brengen. Daarna werd deze laag in de droogkast uitgehard. De tweede stap was het opbrengen van de helderrode laag, die de donkerrode volledig bedekte. Door het schuren van het oppervlak kwamen tenslotte de pieken van de donkerrode laag weer tevoorschijn en zo ontstaat het gevlekte patroon. Tatakinuri, een techniek uit de volkskunst eigenlijk. De kenmerken van deze doos, de overeenkomsten, ook een groot motief,
ook een tot in detail uitgewerkt ontwerp aan binnen- en buitenkant, maar de verschillen, geen maquillé, maar onconventionele technieken en nauwelijks toepassing van goud en zilver. Een van de verrassingen op deze tentoonstelling is voor mij het werk van Futagi Seho, die als enige met 4 werken vertegenwoordigd is. Zijn maquillé-objecten leveren wel een dateringsprobleem op. 2 van de werken horen tot de meest in het oog springende stukken op de tentoonstelling, allebei uit de verzameling van Bob Levinson. Dat is het grote staande scherm met de top van een bananenboom in een krachtig Art Deco frame dat gemaakt is voor de Salon van 1936. De doos met de balsende paradijsvogel dateert uit 1942. De laktechnieken zijn tamelijk eenvoudig, maar het ontwerp is met sprekende kleuren is spectaculair. Het heeft wat moeite gekost om achter de datering te komen van deze verfijnde schrijfdoos met een eekhoorn tussen druivenranken uit onze eigen verzameling. Het is helemaal uitgevoerd in meerkleurige togidashi, die teruggeslepen techniek, en daarmee een hoog standje van technisch kunnen. Uiteindelijk heb ik hem tot mijn verrassing gevonden in de catalogus van de Salon van 1946, dus 4 jaar na de balsende paradijsvogel. En wat een contrast. We hadden iets kunnen vermoeden door het gebruik van moderne pigmenten, zoals de blauw-grijze kleur voor de bladeren en de toepassing van titaniumwit bij de druiven. Ik vermoed dat deze sterke omslag in stijl en techniek al de vooraankondiging is van de herwaardering van traditionele technieken vanaf 1950. Die werd zelfs met wetgeving gestimuleerd. Het laatste object. Een grote sakekom op een bijbehorend tafeltje dat versierd is met bamboe. Dergelijke sake-sets werden gebruikt om goede wensen uit te wisselen voor het nieuwe jaar. Houdt u die bamboe even in gedachten. Op de bovenkant van het tafeltje staan 2 prachtige kraanvogels uitgebeeld. Een teken van lang leven. De eerste goede wens is al uitgewisseld. Op de sake-schaal ziet u onderaan een meervoudige waterval afgebeeld die zijn water vanaf de bosrand in de lager gelegen rivier stort. Het gaat om een bekende waterval, de Shira Ito, vlakbij de Fujiberg. De Fuji zien we hierachter. Het geheel is vanuit een tamelijk hoog perspectief afgebeeld, het perspectief van de kraanvogels natuurlijk. Tussen de verschillende boomsoorten vallen de dennen het meeste op, omdat zij in iets hoger relief zijn afgebeeld. Houdt u ook die dennen even in gedachten. Want op de onderkant van de sake-schaal ziet u een bloeiende prunus, de eerste bloesem van het nieuwe jaar. Bamboe, den en prunus vormen de 3 vrienden van de winter, een symbool van voorspoed, de 2e wens voor het nieuwe jaar. Maar waar ik speciaal uw aandacht voor wil vragen, is het feit dat de waterval niet tot aan de rand van de sake-kom is afgebeeld, maar tot op de rand ervan. Wanneer de gasten bij toerbeurt een slokje sake uit de schaal drinken, zetten zij hun lippen tegen de schaalrand en drinken dan eigenlijk van het frisse water uit de Shira Ito-waterval. Water dat regelrecht afkomstig is van de besneeuwde top van de Fujiberg. Want het smeltwater daarvan voedt de waterval. U snapt wel, voor de gasten kan het nieuwe jaar niet meer stuk. Ten slotte de datering van deze set. Kan die in 1910 gemaakt zijn? Ik denk het wel. Seho werd toen 26 jaar oud. De lakopleiding in het Kanazawa van rond de eeuwwisseling zal ongetwijfeld uitstekend zijn geweest. En al snel werd gezegd dat Seho's werk beter was dan dat van zijn leermeester. In de set zijn geen moderne pigmenten verwerkt
die een datering van 1910 in de weg zouden staan. Zou de set ook uit 1930 kunnen dateren? Ook dat zou kunnen, naar mijn mening. Seeho had zich weliswaar al bekend tot de moderniteit en nam deel aan de salons. Maar dat wil niet per se zeggen dat hij daarmee een inkomen kon verdienen. Dat was misschien wel makkelijker met meer traditioneel maquillé van hoge kwaliteit, waar nog altijd vraag naar bestond. En 1944 dan? Toen werd het gebruik van goud- en zilverpoeder al een aantal jaren sterk beperkt door oorlogswetgeving. En in die set is veel goud en zilver gebruikt. Maar Futagi Seho hoorde tot de 1020 kunstenaars in het land die materialen van de overheid kregen om hun werk voor te kunnen zetten. Als dit ook de verstrekking van goud- en zilverpoeder inhield, kan de set dus zelfs in het gitzwarte oorlogsjaar zijn gemaakt. In het begin van de jaren 1950 begon de herwaardering van de traditionele technieken. Vanaf 1955 volgden de eerste benoemingen tot Living National Treasures voor de verschillende technieken. Dus ook 1950 is mogelijk als datering van de set. Al met al hebben we dus geen clues voor de datering. Mogelijk kunnen we erachter komen door het in kaart brengen van Futagi Seho's leven en werk. Werk aan de winkel. Mijn vingers jeuken. Nog veel meer van deze verhalen kunt u lezen in mijn deze week gepubliceerde boek De Gedroomde Wereld, Beginselen van de Japanse Lakkunst. Ik dank u. Dankjewel, Jan, voor je buitengewoon heldere verhaal dat we als het water van dat van Mount Fuji komt tot ons hebben gedronken. Het is echt een heel mooi boek waar u het omslag van ziet. Dat kunt u straks kopen. En ik wil ook even nog vermelden dat de fotografie afkomstig is van onze Rijksmuseumfotograaf Frans Pecht. En je ziet ook op omslag ook zo'n fantastische foto van hem. En alle illustraties bij de lezingen zijn van zijn hand. Het geeft een extra dimensie aan de beleving, denk ik. Ik ga even kijken hoe laat het is. Want er is pauze met koffie en thee. U kunt ook natuurlijk naar de tentoonstelling snellen om daar nog even te gaan kijken. Na afloop van de lezing is er ook een mogelijkheid voor. Maar het is nu 23, dus als we eventjes vijf voor twee hier weer allemaal aanwezig zijn, dan gaan we snel door met de tweede helft van dit symposium. Dank u voor uw aandacht.